En op zondag 25 augustus 2013, in het programma Apenap Nagayal, heeft deze meneer de heer Umrao gebeld en hem op gewezen dat hij een aantal zaken moet aankaarten. De heer Umrao, voorzitter van de SPBA, heeft aangekaart dat de prijs, paddyprijs niet in zicht is en de paddyprijs niet meer dan 55 en 50 SRD wordt aangeboden. Omdat de heer George Palaat, VRE, een organisatie is die zijn belangen behartigt van haar leden op zijn manier. Dus hij heeft ook George Palaat beledigd daar en dat is niet correct. Een organisatieleider, een boerenleider moet niemand beledigen via een televisiezender. Op deze dag, op deze zondag, heeft de heer Umrao dus aangehaald, nogmaals, dat de prijs niet meer dan 55 zal zijn. En niemand koopt paddy meer dan 55. Niets is van waar, meneer Farma. Paddy wordt opgekocht nu voor een prijs van 60 SRD door Narfin NV. De heer Umrao heeft Narfin uitgescholden in die programma. Hij heeft aangegeven dat Narfin, hij gaat niet praten met Narfin, omdat deze man steelt en heelt op zijn weegschaal, dat deze man geen prijs aanbiedt, geen hogere prijs aanbiedt, en dat deze man ook paddy opkoopt en boeren niet uitbetaalt. Nogmaals, niets is van waar. De heer Narfin, ik heb een navraag, de VPP heeft een onderzoek gepleegd bij alle opkopers en is komen vast te staan dat de heer Narfin nu de enige opkoper is die paddy opkoopt voor een bedrag van 60 SRD per baal. Maar dat is niet toereikend, ook nu toereikend. De VPP heeft eerder een standpunt ingenomen en blijft bij haar standpunt. De heer Narfin is de enigste opkoper in dit district die hoge prijs aanbiedt, de hoogste prijs aanbiedt aan de producenten. Maar het is de VPP, nogmaals meneer Farma, is niet, de VPP is niet akkoord met deze 60 SRD. De VPP heeft haar eerdere standpunt ingenomen en die standpunt van VPP is overeind. Op terug te komen op de zaak Matai, meneer Farma, de VPP keer op keer belaagt Matai mensen via zijn programma en de VPP gaat vanaf nu de programma's van de heer Matai volgen en wij gaan alle gesprekken op banden opnemen en gaan we aan het Openbaar Ministerie doorspelen. Ook gaan wij de heer Matai wegens belaging aanklagen. Belaging op welke manier? Belagen, je scheldt mensen uit, je bedreigt mensen via je zender. Wat zou hij precies gezegd hebben? Hij heeft gezegd dat Narsing steelt en heelt op zijn weegschaal. En dat kan niet. Je mag als een boerenvoorzitter, als een boerenvoorman, mag je mensen op zo'n wijze niet belagen en niet beledigen via een televisiezender. Maar dat is dan geen uitspraak van meneer Matai geweest, toch? Nee, maar Matai had Umrao gebeld en gevraagd, telefonisch gevraagd, om in te komen, wat de heer, omdat Narsing aangehaald had dat hij 60 SRD aanbiedt aan de boeren. Heeft meneer Matai gebeld naar hem toe of heeft die meneer gebeld naar het programma? Matai heeft gebeld naar Umrao en gezegd heeft dat de heer Narsing 60 SRD aanbiedt aan de boeren. Is toen deze man boos gaan worden en zegt hij gaat niet onderhandelen met opkoper Narfin. En gaat niet praten met hem omdat hij steelt op zijn weegschaal. Wanneer hij paddy heeft gekocht betaalt hij aan mensen niet. En hij gaat niet praten met deze opkoper. Dus vandaar is deze probleem ontstaan, meneer Farma. En de VPP gaat nu een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie wegens belaging. Hij is de verantwoordelijke, hij is presentator van deze programma Apnap Nagayal. En keer op keer wanneer hij de programma uitzendt, belt hij mensen die minder toerekenvatbaar zijn, minder toerekeningsvatbaar zijn en roept mensen op om mensen te belagen. En dit kan niet verder daarom. Meneer, verder mag ik u aangeven dat ik mag geen reclame voor meneer Narfin. Narfin, op de eerste plaats is hij producent. Hij produceert paddy.
tweede plaats is hij verwerker, opkoper en hij is ook lid van de vereniging van paddyproducenten. De VPP kan met blote ogen niet toezien dat haar lid wordt beledigd door een andere organisatie. Twee zaken die gelijk in het oog springen, meneer Rampedare. Het eerste is dat u meneer Matai aansprakelijk stelt als presentator van het programma. Maar ik denk dat het station ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor wat in de ether komt. Dat is één. En twee, u geeft aan dat u een klacht gaat indienen. Maar van de zijde van Narvin zelf hebben we niets gehoord. Narvin heeft in dit programma ook dus aangegeven... Duidelijk, laat het duidelijk zijn dat hij paddy opkoopt voor 60 SRD. Dat is toch geen aanleiding om die man te beledigen en te belagen. En ten aanzien van dat de verantwoordelijkheid ligt bij de station, bij de mediadirecteur, wil ik ook aangeven, wij gaan dus een klacht indienen waar die mediabedrijf ook inbegrepen is. Ja, maar als meneer Narvin zich niet beledigd voelt door de uitspraken... Dan zou het toch dus geen zaak zijn dat de VPP zich daar wat van aantrekt. Narvin heeft mij, de voorzitter van de VPP, op de hoogte gehouden dat er een ontwikkeling is voorgedaan en hij is lid van de vereniging van paddyproducenten. En Narvin heeft dus duidelijk mij gevraagd deze zaak verder te brengen. Meneer Omrouw kennende en hangende van het niveau, weet ik... Dat hij geen andere reactie meer zou kunnen hebben dan dat wat hij gedaan heeft. Wij zijn ISO gecertificeerd. En bij ons gaat alles heel correct. We hebben een kantoor vlot draaiende met staf en personeel. En ik zie de situatie vandaag hier. Ik ben blij dat jullie geweest zijn om correcties te brengen. Waardoor de boeren ook weten, die misschien hier niet over de vloer zijn geweest. Maar misschien weet meneer Omrouw niet, of de boerengemeenschap niet, dat wij een van de grootste exporteurs zijn met een vaste en constante markt op de Jamaicaanse grondgebied. We hebben onze eigen distributienetwerk daar, waardoor we dagelijks prijzen hebben. We dealen dagelijks. Elke week dealen we voor een betere prijs. We kijken wat we kunnen doen. Het is vraag en aanbod. Hoe zou er gesteld zijn, met Narvin wil men niet graag zaken doen, u zou op een oneigenlijke manier bezig zijn. Voelt u zich aangetast of voelt u zich beledigd? Natuurlijk, wanneer een voorzitter van de boerengemeenschap zo'n uitlating maakt, dan benadeelt hij zijn eigen boeren. Wanneer de boeren dan een 5 SRD meer kunnen krijgen die wij betalen, we betalen dagelijks uit. We kopen cargo dagelijks in, we werken met... Alle molens in Nikeri. We kopen paddy van elke hoek vanuit Nikeri. We betalen elke dag uit. Ik ben zelf een van de grootste producenten van paddy. Wij zaaien gemiddeld 500 tot 1000 hectare in. En dit seizoen hebben we 600 hectare ingezaaid. Waarom zou ik dan de productieprijzen niet marktgericht en marktconform willen doen? Meneer Omrouw, die heeft me niet eens gebeld. En hij is zo vaak bij me geweest en heeft... vaker met mij gesproken. En ik heb hem gezegd, kijk, het is vraag en aanbod. Wanneer wij wat aan de prijzen kunnen doen, gaan we dat doen. We gaan geen pelmolenaar bevoordelen en de boeren benadelen. Kijk, goedkoop kopen is goedkoop verkopen. Als je een product makkelijk wilt verkopen, dan moet je het goedkoop inkopen om het makkelijk te kunnen verkopen. Maar op marktgerichte prijzen ga je je marketing moeten doen. Je gaat moeten weten hoe je zaken in orde maakt. En het is letterlijk, kijk, je hebt concurrentie, er zijn concurrenten. En dat is een gezonde zaak. Ik bedoel van, als je mij op zo'n manier beledigt, of ter sprake bent, dan vermijd je de concurrentie. Dan wie is degene die eigenlijk de boeren benadeelt? Wie is degene die de boeren benadeelt? Er is ook gesteld dat uw weegbrug niet zou voldoen. In hoeverre is dat waar? Kijk, onze weegbrug is een van de dagen geëikt. De eikwezen komt elk jaar. En wij kopen producten ook op. Met een weegbrug. Dus als die weegbrug niet goed zou zijn, dan ben ik de benadeelde, toch? Bij Narvin is een kilo dus een kilo. Een kilo is een kilo, ja. Er is ook gesteld dat u niet in staat zou zijn 60 SRD neer te tellen voor een bal paddy. Betaalt u wel die 60?
We betalen 60. We hebben vanmorgen nog een paar boeren uitbetaald. En we kunnen die 60 betalen. Ik kan het. Hij zegt, zij hebben prijzen. En zij wachten. Maar ik hoef niet op prijzen te wachten, want wij laden elke dag. U betaalt gelijk uit of achteraf? We betalen gelijk uit.